Niet ver over onze oostgrens ligt de historische plaats Bad Bentheim, met in het centrum Burcht Bentheim. De burcht is ontstaan rond het jaar 1000 en is in de 18e eeuw tot kasteel omgebouwd. De Kronenburcht is de residentie van het kasteel. Deze was sinds de middeleeuwen de woning van de kasteelheren. In de periode 1883 tot 1914 liet men zich inspireren door een omvangrijk bouwplan. De neogotiek werd als echte Duitse bouwstijl beschouwd. Op de begane grond bevindt zich de banketzaal. Deze representatieve zaal in Romaanse stijl dateert uit de 12e eeuw. Op de verdieping waren de representatieve statie- en ontvangstruimtes van Ernst August. De slaapkamer toont de inrichting in de stijl van neo-rococo van omstreeks 1890. Dit vertrek was gereserveerd voor hoog bezoek, met name voor de Nederlandse koningin Emma, die tot haar dood in 1934 zomers regelmatig naar Bad Bentheim kwam. Deze massieve boekenkast herinnert nog aan de bibliotheek van Bentheim. De salon is de ruimte met de meeste pracht en praal en fungeerde dan ook meer als authentieke ontvangstruimte dan als salon. Tegenwoordig vinden in de salon huwelijksvoltrekkingen plaats. Ook in de ridderzaal is een schat aan gebrandschilderde ramen. De inrichting in de ridderzaal toont een strijdvaardig en historisch verleden. En al deze indrukken nemen we mee naar huis.